Dit is een verhaal over Nederland zoals je het maar zelden ziet. Dit is ons land vanuit de lucht. Als je echt wilt weten hoe ons dagelijks leven eruit ziet, soms chaotisch, soms strak geordend, dan kijk je vanuit een spectaculair nieuw perspectief. In deze aflevering Nederland Knutseland. Hoe hebben al die dijken, slootjes, gemalen en polders ons land gevormd? En hoe heeft het land ons gevormd? 16 miljoen mensen op een klein stukje aarde, gezien vanuit de lucht. Dit is Nederland van boven. Nederland, ingericht volgens strakke, zich eindeloos herhalende lijnen en patronen. Knooppunt Ridderkerk. Heer Hugo Waard, stad van de zon. In dit land zijn we altijd aan het werk. Er wordt gebouwd, geplant, gebroken, ontworteld, opnieuw geplant en verplaatst, omheind, omsloten, verbreed, verdiept, kromgetrokken en weer recht. Nieuwe terpen bij de Overdiepse polder. Er is geen land ter wereld waar iedere vierkante meter zo vaak op de schop is gegaan als het onze. Iedere plek is ooit bedacht. Naar de vesting. In deze aflevering van Nederland van boven. Knutseland. Vormen wij het land of vormt het land ons? Dit zijn 80.000 boerenbedrijven. Letterlijk vormen zij samen de contouren van het land. De Noordoostpolder en de rest van Flevoland. Alles in kaarsrechte banen. Gele stippen zijn varkenshouders die zich hebben gevestigd op arme zandgrond. De gele gebieden. De groene gebieden zijn rijke kleigrond. Hier grazen koeien van het sappigste gras. Het rode is rijke veengrond. Zegveld. Duizend jaar geleden zijn boeren hier begonnen met het inpolderen van veenmoerassen. Zo is een patroon ontstaan van slootjes en hier en daar een koe. Het land is zo drassig dat ze hier speciale koeien hebben gefokt met bredere hoeven. Met het polderen is onze liefde voor het knutselen geboren. Het landwinnen ging ons zo goed af dat we dit overal zijn gaan toepassen.
De Beemster. Een strak geometrische verkaveling waar zelfs het stratenpatroon van Manhattan op is gebaseerd. Het meesterwerk van Lely. Flevoland. En Boskoop. Rijk geworden met coniferen, seringen, positia's, heesters, hortensia's en buxussen. Boeren en tuinders in het groot, maar vooral ook in het klein. Het graven en vroeten zit in onze genen. Bij de eerste zonnestralen van de lente wordt straks alles weer prachtig aangeharkt, bepot en beplant. Nou ja, alle knutselwerk en ja, noem maar op, dat is van mij. Dit is zijn werkplaatsje. Alles wat hij gemaakt heeft en nog maakt. Dit is zijn werkplaats, hier kan hij lekker rommelen. Ja, en zo werkt het. Deze zomer heeft hij ook weer een heel mooi schot gemaakt hiertussen. Daar ben ik ook heel trots op. Kijk alleen eens hier aan de schuur. Daar hangen bijvoorbeeld 2 smeertijse bloembakken. Nou, dat zijn dus ooit gewoon kapstokken geweest. Ja, een man moet wat doen. Ik bedoel, een huishouden hoef ik hem niet te hebben. Je blijft gaan. Dit is eigenlijk de boom die we het eerst geplant hebben. En dat was een hele kleine mooie ceder. Hij kon in de kofferbak. Hij was ongeveer 50, 60 centimeter. En ja, nu na 20 jaar is hij nog steeds. Af en toe moet hij een takje missen. Maar het is nog steeds mijn eerste grote lieveling. Wij zijn ook gelukkig. Tevreden. Ja. Gelukkig en tevreden gewoon. Ja. Wat wil je nog meer? Je woont in een stukje Rotterdam waar je de kans hebt gekregen om iets moois van te maken. En dat hebben we met 2 handen echt allebei aangepakt, want we willen gewoon er iets moois van maken. Je kan natuurlijk een hele mooie villa hebben en een prachtig huis en zwemmen in geld. Maar als je niet blij bent met iets, dan ben je toch arm. Een boot is ook leuk, maar je moet allebei van een boot houden, anders dan gaat het niet. En een tuin is prachtig mooi, maar je moet er samen van houden. En als je dat niet hebt, kun je het schudden. Hier hebben we alles wat we willen. Dus dat is een soort vrijheid wat je hebt. Ja, zo is het gewoon. En wij houden er samen van. Nederland heeft altijd ruimtegebrek gehad. Maar het is juist die beperkte ruimte die ons creatief maakt. Een drang naar oplossingen voor rijke grond die slecht bewerkbaar is, of juist arme grond waar niets mee te beginnen valt. Flevoland. Compleet bedacht vanaf de tekentafel. Dit is de maakbaarheid van ons land. Thank you.
Het verhaal is natuurlijk dat we deze polders een expansieruimte voor ons land betekenden die ongekend was. Niet alleen voor de landbouw, maar voor allerlei andere functies. Dit is een planmatig landschap echt op de tekentafel ontworpen. En het is dus perfect om de maakbaarheid van ons land eens even te laten zien. Maar is het klaar? Zijn we klaar met inpolderen? Nou, Nederland is klaar. Dat natuurlijk niet helemaal, want wij hebben zo'n ingewikkeld stelsel aan pompen, sloten, pijlvakken en noem maar op. We leven als het ware in een soort enorme prothese die ons in staat stelt onder de zeespiegel te werken, te wonen, landbouw te plegen enzovoort. En die prothese die heeft altijd onderhoud, altijd bouwen en verbouwen nodig. We hebben ons gevecht tegen het water zo sterk geaccepteerd dat we het enige land ter wereld zijn dat een aparte belasting kent om gemalen te bekostigen. Waterschapsbelasting. Hogere dijken hoeven we niet, zolang we maar een oude oplossing in een nieuw jasje steken. Acht nieuwe terpen in de Overdiepse polder aan de Bergse Maas. Dit is niet een modelbouwvereniging. Hier in Brabant wordt geboerd. Je komt in positie terecht. En wel op het allerhoogste niveau. Ja, mooi weer, hè? Toch altijd spannend, hè? Maar het begint allemaal op de grond. 5 meter per seconde. Een goede boer ziet of zijn land extra mest nodig heeft of niet. Positie. Maar waar precies, dat is met het blote oog vanaf de grond niet te zien. Ja, je moet echt hierop kijken, want daar zie je het bijna niet meer of dat hij nu draait of niet draait. Daar is iets op bedacht. Dit vliegtuig is uitgerust met een infraroodcamera, waardoor het kan zien wat onze ogen niet kunnen zien. Maak de elektriciteit los. Kunnen de batterij vervangen voor de volgende vlucht. Dan ziet diezelfde akker er opeens heel anders uit. De rode plaatsen zijn niet bemest. Op de donkergroene plekken geeft de grond veel voedingsstoffen af en op de gele veel minder. Als de verwerking van de beelden die het vliegtuig maakt goed lukt, dan kan ik eigenlijk 3 weken eerder zien als op het blote oog wanneer mijn gewas bemest moet worden. Nu hoeft Jacob niet meer zijn hele akker te bemesten. De computer dient op iedere plek precies de juiste hoeveelheid kunstmest toe. Het grote voordeel van precisielandbouw is door de meststoffen of eigenlijk alles wat je toepast op de goede plek en in de juist goede tijd toe te dienen voor een optimaal rendement. Nou, grond is in Nederland heel erg duur en daardoor moeten we toch proberen om alle stukken van de akker zo optimaal mogelijk te gebruiken. Er is misschien maar één plek in Nederland waar niet geknutseld wordt. Hier heeft de natuur het gewonnen van onze driften.
De Oostvaardersplassen. De Oostvaardersplassen zijn dus een gepland industriegebied geweest. En we waren te zuinig in Nederland om het leeg te pompen, want we hadden het pas over 30 jaar nodig. Nou, dat hebben ze geweten. De natuur is hier als een kraakbeweging naar binnen gekomen. En op de een of andere manier, het was in de tijd dat het ging alleen maar achteruit met de natuur in Nederland. Die was al bijna doodverklaard. En hier kon je zien wat als de mogelijkheden geboden worden, die natuur in Nederland allemaal nog vermag. Is dat ooit zo geweest dat Nederland er zo uitzag? Of zou het denkbaar zijn dat het nog weer eens een keer zo zou worden? Nou, dan moeten we de boel wel erg laten mislukken in Nederland, Roel. Maar waar het heel erg op schijnt te lijken, zijn de oorspronkelijke kommoerassen in het rivierengebied. Het zijn oermoerassen, noemen ze dit. En die zijn we natuurlijk door ontginningen in, daar hebben we al helemaal geen herinnering meer aan dit soort dingen. Honderden koningspaarden, hekrunderen en edelherten. Zelfs voor de wilde dieren in ons land zijn we aan het knutselen. Het ecoduct bij Hoog Buurlo in aanbouw. Ieder voorjaar komt het leven in het water in beweging. Voor heel veel vissoorten is dit het moment om stroomopwaarts te gaan, om zich te kunnen voeden en voor te planten. Maar zodra ze op weg gaan, stuiten ze op allerlei onneembare hindernissen. Bijna 18.000 sluizen, stuwen en gemalen. En ook hiervoor hebben we iets uitgevonden. Vistrappen. Bedacht op de tekentafel om hoogteverschillen te overbruggen. Maar maken de vissen er ook gebruik van? Nou, hier zien we een hele mooie grote snoek. Die lag hier tussen de afgewaaide takken te wachten. Om verder te trekken. Nou, dit is dus een van de soorten waar, waar die vistrappen voor zijn aangelegd. Mooie grote snoek. Het is nu zomer, dus de vrouwtjes zijn al afgepaaid. En deze die gaat nu in de zomer op zoek naar, naar voedsel om in het najaar via de vistrap weer terug te trekken. Het is eerst een hele mooie grote baars. Zie je niet veel meer. Mooie grote baarzen, meestal zijn het kleintjes. Mooie hoge rug, een grote rugvin. En dit is de kleine modderkruiper. Heel klein visje. Leeft, zoals de naam al zegt, in de waterbodem, in de modder. Heeft ook nog een broertje, de grote modderkruiper. Nou, dit zijn typisch beschermde soorten waar, die vaak als doelsoort worden genoemd voor vispassages. Yes. Yes. Nou, en hier zie je dus ook heel mooi aan die kant het water van de stuw. Dat is dus het water waar de vis
graag heen wil, maar niet tegenop kan zwemmen. En dan gaan ze dus zoeken naar een alternatieve route. En dan komen ze dus hieruit bij de vispassage. De hoogste stroomsnelheid die heb je tussen twee schotten in, dus bij die smalle doorgang. En daar sprinten ze eigenlijk doorheen. En dan kunnen ze in die kamers kunnen ze telkens even wachten op adem komen voor de kleinere vis. En de grotere vissen die kunnen er in één keer doorheen. En op die manier kunnen ze het knelpunt, de stuw, passeren. Wat lang geleden krom was, is recht gemaakt. En wat recht was tussen de stippenlijntjes, wordt nu weer krom gemaakt. Om ons land in te richten en te herinrichten, moeten we weten hoe ons land er nu uitziet. Op de millimeter nauwkeurig. Dit in kaart brengen doen we vanuit de lucht. Het hele jaar door vliegen toestellen in kaarsrechte banen over Nederland. Iedere vierkante centimeter wordt minutieus in kaart gebracht. Het hoogtebestand wordt in kaart gebracht om bodemdaling te meten. En er wordt gefotografeerd om veranderingen in het landschap vast te leggen. Vreemd genoeg doen we dit niet zelf. We laten dit over aan onze zuiderburen. Zij zijn het die ons land het beste kennen. We komen nu aan het verdronken land van Saaftingen. We zijn nu op 2000 voet. Tegen 200 nautical mile. 200 knopen. Kleine 400 km per uur. Aan boord een gyroscopisch gestabiliseerde camera die ons land iedere paar honderd meter fotografeert. Hier zitten de 8 verschillende lenzen die samen de foto's nemen, zowel in kleur als in infrarood. Die sensor is gemonteerd op een mount. Die mount is stabiliseerd, zodat de foto altijd loodrecht naar beneden wordt getrokken. Hierop zie je dus de foto's die we nu aan het nemen zijn. Je kan zien dat op elke foto een beetje hetzelfde staat als de vorige foto. En daarmee hebben we overlap, die we dus alle foto's kunnen samenzetten en zo mooi een puzzel maken eigenlijk. En een heel groot beeld samenstellen. Dat is één zo'n foto. Dat is het centrum van Breda. De koepelgevangenis is hier onder andere zichtbaar. We kunnen inzoomen. We kunnen mensen in de gevangenis zien voetballen. Dit zijn er dan meerdere, allemaal naast elkaar gelegen. Dat we uiteindelijk het ganse centrum van Breda te zien krijgen. En die aparte luchtfoto's die ga ik aan elkaar zetten totdat dat één groot geheel is wat hier zichtbaar is. Ja, ik heb heel Nederland gezien. Elk kleinste deeltje. Ik verbaas me er altijd over hoe gestructureerd Nederland is. Die strakke lijnen en die kernen, die dorpskernen, is allemaal strakker dan in België. Ik verkies toch België. Ja, het is wel gezelliger in België, omdat het zo iets rommeliger is. Iedere verandering is zichtbaar vanuit de lucht. Gemeentes maken daar handig gebruik van. Of we ons wel netjes aan de regels houden en niet zomaar ergens een schuurtje bouwen. Want ons land kan en mag natuurlijk nooit zo'n rommeltje worden zoals in België het geval is. En daar zijn heel veel regeltjes voor bedacht. Burgerlijk wetboek, artikel 5. 1.
Het is niet geoorloofd binnen de inrit 2 bepaalde de inrit afstand van de grenslijn van het draag voor bomen 2 meter. 3. Heesters rekenen van de kan zich niet verzetten tegen de aanwezigheid van bomen, heesters van heffen. 4. Ter zake van een volgens dit artikel ongeoorloofde toestand is slechts vergoeding verschuldigd van de schade. Ontstaan onder muur wordt in deze en de volgende titel verstaan iedere van steen, hout of andere daartoe geschikte stof vervaardigde ondoorzichtige afsluiting. Jaar geleden werden in hoog tempo nieuwe wijken neergezet om arbeiders fatsoenlijk te kunnen huisvesten. Om een rommeltje te voorkomen werd er nauwlettend op toegezien dat bewoners hun tuinen netjes zouden houden. In het Rotterdamse Vreewijk gaan tot op de dag van vandaag controleurs van de tuinencommissie op pad om de staat van onderhoud te controleren. De heg ziet er al uitnodigend uit. Klopt, dat is nummer 54. En dan moeten we eigenlijk de achterzijde erin gaan, hè? Hi Woefie, hi Woefie, kom. En als het goed is, kunnen we hier naar binnen gaan. En dan gaan we eens even kijken wat de binnenkant eruit ziet. Nou, jammer dat ze het niet opgeruimd hebben. Nee. Dan gaan we naar nummer 52. Dit is een verrassing achter die deur. Hè? Dit is genieten. Goedemorgen. Het ziet er geweldig uit, meneer. Ja. Doe je vrouw dat alleen? Ja. Het ziet er om door een ringetje te halen. Wat dacht jij van onderhoud een U? Hè? Dat alle drie nu. Alle drie nu. Helemaal mee eens. Ah, goedemorgen. De tuinenkeuring. Goedemorgen. Ja. Dat ziet er picobello uit. Dank je. Zo. Dank je. Ja. Vind je het ook fijn in oma's tuin? Hè? Ja, hè? Ja. 20. Dit is gewoon een ramp. Dit is een ramp, gewoon. Dit is verschrikkelijk. Dat mensen ook, de medebewoners, dit aandoen. Ik bedoel, al dat onkruid gaat naar een tuin daarnaast. Ja. Die een mooie tuin hebben. En waarom, dat is toch niet nodig? Al ruim je het alleen maar op. Je hoeft niet specifiek een mooie tuin te hebben als het maar opgeruimd is en schoon. Kom, waar is dat ook weer? Hier zo. Deze. Ja. Deze. Kom maar. Dit is cijfer 7. En dat betekent dus dat het een verwaarloosde tuin is. En dat wordt dan doorgegeven aan de woningstichting. Ik zie het als dat wij de ogen zijn van Vreewijk. Ja. Want wij zien natuurlijk alles. We kunnen ieder tuintje in, of niet. Maar wij zien hoofdzakelijk in alle districten, wij komen in alle tuinen. Dus je hebt dan wel een overzicht dat je kan zeggen van hoe het ervoor staat in Vreewijk. Al het geknutsel aan ons land is onmogelijk zonder strenge regels en controle. Of het nou om tuintjes gaat, nieuw land of bestaand land. Het houdt ons bezig. Ons land is nooit af.
Maar dat is ook onze kracht. In ons land en ver daarbuiten. Wij hebben dit land gemaakt. Maar het land heeft ook ons gemaakt. Het heeft ons gevormd. Ontdek met de interactieve kaart van deze week waar zich de meeste koeien per vierkante kilometer bevinden. Combineer dat met veelzijdige boeren die net zoals hier hun producten aan de boerderij verkopen en waar je zelfs kunt logeren. En kijk tenslotte naar de grootte van de boerderijen. En misschien vind je dan wel net zo'n fraaie, idyllische boerderij als hier. Voor dat echte boerengevoel. Volgende week vrije tijd. Als we dan eindelijk weekend hebben en helemaal vrij zijn om te doen wat we willen, waar gaan we dan naartoe? We klagen dat het overal zo druk is en zo vol. Maar zie je dat ook vanuit de lucht? Dit was Nederland van Boven.